Beste kijkers, beste luisteraars, welkom bij deze alweer zevende uitzending van de Toernooi TV van de Chess School Chess Puzzle Challenge. De eerste uitzending in het nieuwe jaar 2010, dus ik begin met jullie allemaal een heel mooi, gezond, gezellig, vredevol en liefdevol 2010 toe te wensen. En natuurlijk vanzelfsprekend heel veel succes in het schaken. Wat gaan we deze uitzending doen? We gaan voornamelijk kijken naar de antwoorden van serie 6. En nou, wie weet is er ook wat nieuws. Maar voordat we daarheen gaan, gaan wij naar Hichem. Want als het goed is, is Hichem ook achter de microfoon. Hichem. Hey Roep. Kijk. Hichem, hoe is het? Dat was een lang applaus. Ja, gaat prima. Oké, dat is goed om te horen. Hoe heb je het nieuwe jaar beleefd, de overgang? Vuurwerk afgestoken? Ja, ik heb een beetje vuurwerk afgestoken en zo. Oké. Heb je ook niet speciaals. Niet speciaals, maar wel leuk. Nou, was wel geinig. Was wel geinig, oké. Nou, ik heb ook wel een geinige oudejaarswisseling gehad. Oh, vertel. Nou, redelijk rustig aan en... beetje gebouwd aan de beginselen van de website van het NK Jeugd. Dat was leuk om te doen. En ja, er zijn van die dagen, dan heb je toch een beetje vrij. En we hadden besloten wat rustig aan te doen. Dus dan kan je een beetje, ik noem het altijd een beetje rommelen. Nou, oudejaarsavond was gezellig. We hadden mensen in huis. Wat gegeten, wat gedronken, wat vuurwerk afgestoken. En nou, lekker relaxed het nieuwe jaar ingestapt. Oké. Heb jij nog voornemens voor 2010? Niet echt. Nee. Alles gaat al goed bij mij. Oké. Het wordt wel een heel belangrijk jaar, hè, 2010. Ik neem aan dat je weet waarom. Ik weet waarom, maar ik wil het uit jou niet horen. Oké. Het is een jaar zoals nooit tevoren. Een jaar zoals het jaar 2010, dat is er nog nooit geweest. En dat komt alleen al door één enkel feit. Dat is de eerste keer. Dat is het NK zeker. Onder andere, maar nog veel belangrijker. De finale avond van de Puzzle Challenge die komt eraan. Dat is nog belangrijk inderdaad. Twee weken, ja. Over twee weken precies weten we. Over precies twee weken dan weten wij wie de winnaar is van de eerste editie van de finale avond van de Chess Puzzle Challenge. Nou. Wie denk jij eigenlijk dat het gaat worden? Ik denk dat het iemand gaat worden waarvan we het niet verwachten. Dat is wat ik inzet. En ja, wie dat dan is, er zijn een heleboel mensen, hè, die zich nog steeds kunnen plaatsen voor de finaleavond. Dus ja, dat wordt een happening van je welste. Dus ik durf niet een naam te noemen. Nou, we hebben wel een paar favorieten, toch? Ja, we hebben favorieten. We hebben Wouter Spoelman. Ja. Die is zeker niet... Die heeft een keer op een WK Jeugd, was ook zo'n puzzeloplosding, werd hij tweede. Mm-hmm. Dus dat was wel netjes. En ja, verder, ik kan gewoon heel goed schaken, dus ja. Die is zeker favoriet. Dan heb je verder nog Twan Burg. Die heeft afgelopen jaar, was er een studieoplostoernooi bij Corus. Ja. En toen werd hij eerste. En hij werd eerste voor John Nunn. En die is echt, die is een van de beste oplossers van de wereld. Hmm. Dus het is zeker... zeker een favoriet. Nou, verder heb je natuurlijk Dolf Wisman. Die, ja. Die is grootmeester in oplossen. En we hebben Eddie Beers. Die is IM in internationaal meester in oplossen. Dat is een Belg. Ja, dat is een Belg. Die speelt ook in Nederland volgens mij competitie. Mm-hmm. Ja, verder hebben we nog heel veel ook goede jeugdspelers zoals Christophe Klein. We hebben natuurlijk ook mensen als Joost Michielsen. En we hebben ook Mariska. We hebben Mariska de Mie, natuurlijk. Hey, kijk. En we hebben natuurlijk onze eigen jeugd, Miek wel. En, er zijn heel veel... Ja, Lennart Dex ook wel een goede oplosser. We willen echt ongelooflijk veel. Het wordt ongelooflijk spannend. Ja, en dan anders misschien wel... De grootste outsider is natuurlijk Cas Koeman. Cas Koeman, inderdaad. Onze eigen... Hoe oud is Cas? Ik zou het niet durven zeggen, maar het zou me niet verbazen. Hij is nog beneden de 10. Ja, dus, en hij heeft alles goed tot nu toe, toch? En hij heeft bijna alles goed.
Dus het wordt spannend, het wordt leuk. Maar weet je, laten we het niet al te spannend nu al maken, want we zitten in serie 6. En die is nu, of tenminste, ja, we gaan nu naar serie 7, we zaten in serie 6. Serie 7 de komende week, serie 6 gaan we nu naar kijken. Serie 6, dat waren er 7. Serie 7 worden er ook weer 7. En dan komt er nog een serie van, ik geloof, 4 of 5, hè? Zo ongeveer. De laatste serie is niet, zijn er niet meer 7. Dus, ja, 4 inderdaad. Nee, volgens mij, even denken hoor. Ja, ik weet ook niet precies hoe het zit. Maar ik weet wel dat na deze serie 6 hebben we nog geen uitslag over de finale. Of overal deelnemers zijn. Want nou, volgens mij heb je na deze serie nog eentje nodig als je tot nu toe alles goed hebt. Oké. Ja, als je alles goed hebt, dan heb je er na deze serie vanzelfsprekend 41 goed, want we behandelen nu in serie 6 de nummers 35 tot en met 41. Dat betekent wel dat in het weekend wat nu gaat komen, dan gaat de eerste grote hap zich plaatsen voor de finale. Wat dat betreft heb ik nog nieuws. Hebben we daar nog tijd voor een beetje nieuws? Doe jij maar wat nieuws. Eerst even wat nieuws dan over de Puzzle Challenge. Er is nieuws over de Puzzle Challenge. De website is aangepast. Dat is toch wel weer nieuws. Wat is er aangepast? Zie ik dat er een aanpassing is, zal iemand nu denken? Nee, dat zie je niet. Totdat je je plaatst voor de finale, dan krijg je automatisch binnen je eigen account een mededeling dat je bent geplaatst. Of althans dat je het recht hebt om in de finale uit te komen. Maar let op, alleen het recht hebben om in de finale uit te komen, dus als je 42 of meer puzzels hebt, plaatst jou nog niet voor de finale, daar moet je nog wat voor doen. En dan denken de luisteraars nu van, of de kijkers, wat moet ik daar nou nog voor doen? Nou, dat is heel simpel. Dan moet je via dat automatische venstertje wat in de website oppupt, om het zo maar te zeggen, moet je je aanmelden voor die finale. En als je je hebt aangemeld voor de finale, dan kun je ook op de finale avond komen. Nou, waarom doen we dat nou? Dat doen we omdat we dan A, weten wie er komt, en B, weten hoeveel mensen er zullen gaan deelnemen. Want er zijn ook deelnemers die nog heel veel goed hebben op dit moment, maar hebben gezegd, ja, ik wist eigenlijk al van begin af aan dat ik er op 16 januari niet bij kan zijn. Dus ik doe wel lekker mee met de Puzzle Challenge. Alleen, ik ben er alleen, niet op de finale. Nou, dat is nieuws. Dus de website gaat automatisch aan iemand zeggen, hup, je bent geplaatst. En dan kun je je aanmelden. Of je kunt je ook afmelden natuurlijk. Nou, dat vond ik even nieuws. En dat is ook goed voor de mensen om te weten. Huh? Ja, dat is wel handig. Ja, nou en dan heb ik ook begrepen dat, ik heb van de week, toevallig sprak ik David Klein, die op de terugweg was van het toernooi in Groningen, waar jij het de vorige keer al over had. Hij heeft een, naar eigen zeggen, heel mooi toernooi gespeeld. In de laatste ronde het een klein beetje laten liggen, anders had er nog een internationaal meesterresultaat ingezeten. Hij heeft in ieder geval heel mooi ratingresultaat gehaald. En, ik heb begrepen, maar daar moet jij absoluut meer van weten, dat Christophe, dus de andere Klein, om het zo maar te zeggen, die heeft dat wel gehaald, hè? Ja, die heeft de laatste IN omgehaald. Dat is ook een deelnemer van het toernooi, inderdaad. Ja. Dus dat heeft hij goed gedaan. Alleen, hij heeft nog niet, hij is nog niet de 2400 over, dus hij is nog geen IM. Dus hij moet nog een paar ratingpunten. Oké, dus dat werkt dan zo, dat je moet een aantal IM-resultaten halen. En dan, en dan een andere voorwaarde is dat je die titel dan pas krijgt als je meer dan 2400 hebt. Ja. Oké. Nou dan gaan wij hopen. Dan wordt 2010 een mooi jaar voor hem, want dan gaat hij in 2010 vast en zeker de grens van de 2400 over. Dat klopt. Oké. Nou, moeten we het ook niet te veel over hebben, anders wordt het ook een psychologische grens. Nou, dus nieuws. Hebben we nog verder nieuws? Niet dat ik weet. Nog niet. Nou, daar komen we nog op.